allemaal. Op deze gezamenlijke bijeenkomst van de Utrechtse Communicatiekring en USG Capacity. Nou, het lijkt me echt ontzettend leuk om vanavond met jullie in gesprek te gaan over communicatie nu en de communicatieprofessional van de toekomst. Betke, de trends en ontwikkelingen in ons vak. Je hebt er een paar trendstudies bij gepakt, hè? Heel veel volgens mij. Pakt een paar trends uit, food for thought voor ons. En daarna gaan we met z'n allen in interactie. Alignment, moet ik zeggen. Ik bedacht, nu inmiddels precies een jaar geleden, dat het vakgebied was zo tobberig. En ik was met pensioen. En die twee dingen kwamen samen. En toen dacht ik ga een boek maken. Dat ja, echt gewoon het leuke en het mooie en het spannende van het vakgebied laat zien. Het communicatieplan gaat er knap van uit dat de wereld maakbaar is. En dat als je werkelijk dat handig orchestreert, dat die doelgroep zal denken, oh ja, nee maar. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Zo was het nooit echt. Maar vroeger kon je het misschien nog een beetje denken, maar dat is echt over. Nou, dat heb ik tegen op het communicatieplan. Je zegt wel van, nou, de communicatie heeft het plusje bereikt. Maar het plusje wil graag budgetten hebben. En wil graag voor zichzelf doelstellingen hebben. Kijk, dat die nooit haalbaar zijn en dat het niet maakbaar is. Ala. Maar je moet iets hebben. Ja. Als alibi misschien. Exact. Al was het maar een schaamlab, Betke. Nou, ik heb vier argumenten naar voren gehaald. Ben je al om? Kijk. dat het wel overwogen moet zijn. Dat is evident. Maar volgens mij moet het allemaal veel flexibeler en veel slimmer. Dank jullie wel. Dank voor de vraag. En dank vooral aan Betteke van Ruller. Nou, ik ga nu denk ik wel eerst haar boek kopen om te kijken wat de redenen precies zijn om dat communicatieplan de deur uit te gooien. Omdat ik dat zelf wel, voor mij is dat nog steeds een handleiding om een goed advies te kunnen neerzetten. Mooi via stappen kan je ook heel mooi natuurlijk nog verkopen aan de opdrachtgever. En dat vind ik wel belangrijk. Dat je om met de opdrachtgever goed in gesprek te komen. En hem te overtuigen dat communicatie zo belangrijk wordt als wat Betke zegt. Dat is dadelijk voor mij de uitdaging nu, na deze avond. Ja, ik vond het een heel herkenbaar verhaal eigenlijk. En ik vroeg mezelf af, waarom doen we dit niet met z'n allen? En doen we dit niet eigenlijk al met z'n allen? En wat me het meeste aansprak was het feit dat ze het had over die interne communicatie en hoe het geïntegreerd is en in elkaar smelt. En ja, mijn idee daarbij is dat die interne communicatie superbelangrijk wordt, juist omdat een organisatie eigenlijk vooral communiceert door gedrag. En gedrag is wat mensen vertonen, wat collega's, medewerkers vertonen. En, dus dat vond ik wel een heel herkenbaar iets. Ik vond het echt een inspirerende, leuke avond. Ik vind ook dat Betteke heel erg veel heeft gedaan voor het communicatievak. Dat meen ik serieus. En ja, het veel herkenbare elementen ook. Ik zie veel, zeg maar, mijn klanten zie ik behoorlijk worstelen nu met hun interne communicatie. Dat zelfs bestuurders om communicatieafdelingen heen gaan. En zelf al die communicatie te hand nemen. Dus dat vond ik wel een bevestiging. Nou, ik vond het mooi. Ik vind het mooi dat je zo'n club met toch een vreselijke opstelling in zo'n zaal, dat je die toch aan het praten gaat krijgen. En dat kan ook omdat je merkt dat mensen echt van het vak houden. Want je passie hebt. En ja, zelf vind ik het gewoon leuk om mensen een beetje te plagen. En te proberen ook nog meer te laten vertellen dan ze in eerste instantie willen. Dat, zo. Ja, deze presentatie was echt anders dan de andere. Ten eerste omdat Frietje of de Haan erbij was, die heel veel interactie met de zaal op gang bracht tijdens de presentatie. En die mij ook af en toe lastige vragen stelde. Dat vond ik erg leuk, heel erg prettig is dat. Dat. En er was zeer inhoudelijk publiek dat ook echt weerwoord had. Nou, dat vind ik fantastisch.